Ik ben een grens overgegaan. Het verdrag van Schengen geldt namelijk niet voor RTV Utrecht. Wij mogen niet de provinciegrens over. Maar de Utrechtse provincieschatten op het gebied van edelstenen zijn de grens wel overgegaan. Daarom mag ik per ministeriële beschikking deze keer hier filmen in Leiden, waar de Utrechtse schatten bewaard worden. Hallo, hi. Hallo, hoi. Ik ben Annemarieke Willemsen. En jij hebt heel veel verstand van edelstenen. Waarom worden Utrechtse edelsteenschatten hier in Leiden bewaard? Nou, we gaan het hebben over de vroege middeleeuwen. En in die periode is de regio Utrecht heel belangrijk. Zo belangrijk dat de vondsten waar we naar gaan kijken ook van landelijk en internationaal belang zijn. En daarom zijn ze in de Rijkscollectie. En daarom zijn ze in het museum in Leiden te zien. Ja. En dan sta ik hier naast een... Ja, wat is het eigenlijk? Dit is een fibula. En... Dus een grote broche eigenlijk. Ja. En die is in Utrecht gevonden? Die is gevonden in wat nu Wijk bij Duurstede is. Ja? En daar lag in de vroege middeleeuwen, rond 800, de grootste stad van Noordwest-Europa. En die heette Dorenstad. Ja. En daar is dit dan weer de topvondst van. En ik moet je zeggen, menig rapper die zou een moord plegen voor zoiets. Het is echt de bling-bling van de middeleeuwen, ja. En was dit nou voor de rijke mensen? Ja, dit is toch voor de rijke mensen, sterker nog, het is voor een rijke vrouw. Oh. Want dit type fibula wordt gedragen om een mantel dicht te houden, zo voor op je borst. En dat is typische mode voor vrouwen in deze tijd. En de fibula heeft ook kruismotieven erin. Dus heeft een soort christelijke achtergrond. En het christendom werd in deze tijd vooral door vrouwen uitgedragen. Oh. Vrouwen uit de hoge klasse. Mannen die waren nog gewoon heiden? Nee. Nou, mannen zijn denk ik drukker bezig met hun status laten zien met mooi versierde zwaarden en hoogte paard en zo. Hadden mannen ook sieraden? Ja, mannen droegen wel sieraden. Wat in deze tijd het meest voorkomt is dat zij hun riem waaraan je een zwaard draagt en andere dingen, dat die heel ook druk versierd is. Nou, meestal met zilver ingelegd, maar soms zitten er daar ook edelsteentjes in. Oh, ja. En ja, in deze tijd zou je dus zeggen, dit is ongeveer de kwaliteit voor Maxima. Dit zijn de schatten van Dorenstad. Ja. Zijn er nog andere provinciale schatten gevonden? Ja, zeker. Want Dorenstad is heel belangrijk in de Karolingische tijd. Maar in de periode hiervoor, dit is eigenlijk Karolingisch. En dan heb je daarvoor op je Merovingisch. En dan is provincie Utrecht eigenlijk het belangrijkste stuk van Nederland. Zou je kunnen zeggen. Maastricht dan wel erbij, moet ik dan wel eerlijk zeggen. En in de regio Utrecht, met name op de Utrechtse Heuvelrug, is eigenlijk een heel lang lint van allemaal Merovingische vindplaatsen. Dit komt uit een grafveld in Renen op de Donderberg. En daar zijn 1100 graven gevonden. Het is het grootste grafveld van de vroege middeleeuwen in heel Nederland. Hier ligt een hele grote klos van Bergestal. Ja. En Bergestal is echt wel een materiaal waar ze heel veel betekenis aan hechten. En dat geldt ook voor andere edelstenen. Is dat die niet alleen mooi zijn voor hun kleur, maar het is ook een Bergestal met name is een beschermend. En hier ligt een bol van bergkristal. En die zien we eigenlijk alleen in de graven van vrouwen in de vruchtbare leeftijd. En van bergkristal zeggen ze nu nog steeds dat het beschermt tegen miskramen bijvoorbeeld. En het lijkt dus heel op dat ze in die tijd dat soort betekenis daar ook aan hechten. Dat geldt ook zeker voor barnsteen. Barnsteen is ook zeker iets waarmee je bijvoorbeeld kleine kinderen kunt beschermen. Oh, je hebt wel op een sfeervolle plek neergelegd. Nou ja, dit is een man van Dorenstad in zijn grafkist. Dus op zich is het, om zo'n dure grafkist te hebben moet je ook wel rijk zijn. Dus het past eigenlijk ook wel een beetje. Ik heb een paar dingen meegenomen. En deze is op zich ook wel grappig omdat aan de achterkant allemaal kraaltjes vastgesmolten zitten. Hoe kan dit nou? Nou, ik zei, het zijn allemaal grafvondsten. En de mevrouw is dus begraven met die speldjes waar aan die kralensnoeren vastzitten. En dat is er in de grond aan vast gaan zitten. Ja. En ik denk dat het pièce de résistance is. Nou, hè? Dit is eigenlijk uit een andere tijd. Oh. Daarom heb ik hem even meegenomen. Hij is wel uit Wijk bij Duurstede. Ja, en deze ring is uit de 13e eeuw en is gevonden in een begraafplaats van de Frankenhof. En om allerlei redenen denk ik dat dit een bisschopsring is geweest. Daar zit bergkristal in weer. Maar onder dat bergkristal zit een soort
ja, een zwart-bruinig iets. En ik denk dat dat een reliek is. Ja. Dus een stukje van een heilige of iets. Een bot van Jezus. Nou of ja, of een stukje van de doornenkroon. Maar heel klein. Ja. Zonde dat ze dat weggooiden eigenlijk. Nou ja, dit is dus met die bisschop mee begraven. Ja, het blijft zonde natuurlijk. Ja, want bijvoorbeeld de paus heeft een ring. En die wordt kapotgeslagen als hij dood is. Want die kan niet iemand anders zo'n ring dragen. En dat is bij dit soort dingen misschien wel hetzelfde geweest. Ja, het is een beauty. En goed dat hij weggegooid is, want anders had hij... Ja. Hebben we hem niet gehad, toch? Ja, nee, dat is het mooie van archeologie, is dat je dus eigenlijk weer terug in die tijd kunt kijken. Ja, dat is waar.